Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, is momenteel bezig met noodvoorzieningen in het binnenland. NCCR-coördinator Jerry Sleingaard zegt dat door de aanhoudende regens enkele gebieden zijn ondergelopen. Het gaat om het Pamaka-gebied, Matawai en Tapanahoni, waar rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Hij gaf eerder deze week aan dat het NCCR moest kijken hoe de spullen geleverd zouden worden, omdat de gebieden moeilijk bereikbaar zijn. Dat maakt het zo moeilijk. Want als alles gewoon normaal aanwezig zou zijn, dan zouden we eigenlijk gewoon die dingen op een truck kunnen plaatsen en verplaatsen richting die kant op. Maar dat is jammer genoeg niet het geval. Dus waar wij dus op dit moment naar kijken is een van de weinige mogelijkheden om de mensen snel te kunnen bereiken, is via luchttransport. En dan gaan we kijken welke airstrips zijn er in de buurt die wel geschikt zijn. Daar hebben wij ook een rapportage van elke dag, welke airstrip is wel geschikt, welke niet. En dan kunnen wij via het vliegtuig mogelijkerwijs de zaken daar naartoe transporteren. En dan kijken met de bevolking, met de Gramang en zijn mensen, van hey, kunnen jullie die spullen daar gaan ophalen? Dan moeten ze natuurlijk ook weer korialen hebben. En u weet, sinds de weg van Atjoni is gemaakt, investeren de mensen niet meer zoveel in korialen, maar meer in transport, in voertuigen. Dus ook dat is een challenge om dat transport van de grond te krijgen. Maar natuurlijk, we zijn in coördinatie met elkaar. Gaan we kijken hoe wij dus de zaak goed kunnen, zo goed mogelijk voor de mensen en zo snel mogelijk voor de mensen kunnen brengen. Sleingaard zegt dat de plaatselijke gemeenschap moet werken aan zelfredzaamheid. En dat er mogelijkheden bekeken moeten worden om de kostgrondjes op hogere gelegen gebieden aan te leggen. Dus dat is een van de zaken die we moeten identificeren en op grond daarvan planningen moeten maken. Tweede is, ik ben altijd een tegenstander geweest om mensen gewoon makkelijk te zeggen, maar ja, dan moet je verhuizen van daar, gaan naar hoger gelegen gebieden. De mensen hebben al honderden jaren daar gewoond, dus ik vind wie ben ik om ze te zeggen dat ze weg moeten gaan vandaar. Maar het is wel zo dat, dat er gekeken kan worden, gesproken kan worden naar andere gebieden waar de mensen makkelijker kunnen blijven zonder last te hebben van dit soort overstromingen. Maar dan moet er ook een ander soort infrastructuur in place komen. Dus bijvoorbeeld de mensen, hun transport bijvoorbeeld in het binnenland vooral, is de rivier, zijn de korialen, daarmee doen ze in principe alles. Als je ze weghaalt van daar, waar ga je ze dan naartoe brengen? Ik bedoel, dan moet er een ander soortige infrastructuur komen. Dus het is niet zo'n simpele zaak om te zeggen van ja, dan moeten de mensen maar verhuizen. Ik denk dat het een integrale aanpak moet zijn. Momenteel voorziet het NCCR de mensen in het Matawai-gebied van noodhulppakketten. 14 dorpen zijn reeds voorzien van het hoognodige. De noodhulppakketten bevatten onder andere drinkwater, voeding, kaarsen en tapolien.